Het strandjutten. Ja, dat zit in mijn genen. Mijn opa die was strandjutter. Mijn vader die was een strandjutter. Dus als het stormt word ik zenuwachtig. Moet ik even naar het strand. Net zoals vanochtend. Gisteren mooie windkracht 6-7 gehad. Dus ja, en dan is het altijd de spanning van wat lichter. Ja, een prachtig mooie plank. Zo te zien gebruikt als stijgerplank. Mooie verre spatters erop. Ja, hiervan wil je er gewoon 10 op een dag vinden. Wij hebben in 2013 het hotel overgenomen. Nou, ik ben zelf strandjutter, ik ben meubelmaker. Ik vind het hartstikke leuk om meubels van juthout te maken. En sinds we het hotel hebben overgenomen, langzaam maar zeker, komen er steeds meer meubels van juthout. Jutten is nog steeds illegaal. Je hebt de strandvonder, die moet je gewoon voor blijven. Nou, vandaag is hij nog niet geweest, ik heb geen autosporen gezien. Dus we hebben het strand nog voor onszelf. Maar ja, ik zeg altijd, waarom komen mensen naar Texel toe? Niet voor het strandvondersmuseum, maar voor het juttersmuseum. Ik heb in Velp op de bosbouwschool gezeten. Ik wou iets buiten gaan doen, maar ik kwam er heel snel achter dat ik een hekel heb aan het bos. Veel te veel bomen in het bos. Ik ben in Texelaars opgegroeid op het strand, op het wat. Altijd de horizon kunnen zien. Nou, in het bos lukt dat niet. Dus ik was er al gauw achter dat ik terug moest naar Texel. Mensen vragen altijd wat is het meest waardevolle wat je gevonden hebt. Nou, het meest waardevolle is iets waar een leuk verhaal aan zit. Nou ja, als je dan uiteindelijk twee dezelfde badeentjes op het strand vindt. En gelukkig hadden de badeentjes achterop een telefoonnummer staan. En uiteindelijk kwamen we uit bij een camping in Zuid-Engeland. En die Engelsen houden duck races, gooien een paar honderd eentjes in de rivier. En uiteindelijk kunnen ze gokken welk eentje er als eerste voorbij komt dobberen. Nou, deze eentjes zijn na de race ontsnapt en uiteindelijk op Texel gestrand. Natuurlijk is het ga je voor die kist met gouden munten, zeg ik altijd. Maar ja, die zullen we nooit vinden, denk ik. Het gaat om de mooie stukken, de lekkere frisse neus. Genieten van de ruimte en de rust op Texel. Als er wat ligt, is het mooi meegenomen. En als er niks ligt, dan heb je een heerlijke ochtend gehad. Ja. Die is voor een andere gelukkige vinder. Ja, dit is het moeilijkste moment als strandjutter. Van wanneer draai je om, wanneer ga je weer terug naar huis? Want wie weet wat er... Nou ja, 500 meter, kilometer die kant op wel niet ligt. Ja, op een gegeven moment moet je toch gewoon weer naar huis, moet er gewoon weer gewerkt worden. Ik heb een mooie ochtend gehad. Draai om.